Ik krijg net zoiets apart via de post. Goedemorgen, het is donderdag. Ik heb mezelf klaargemaakt. Ik ga zo de meiden naar school brengen. En daarna ga ik naar Denise. Ik heb dit shirtje aan van Villa, Broek, Friends Connection en Guess Sneaker Wedges. Ik ben bij Denise. En we gaan weer een wandeling maken. Alleen, toen ik hierheen liep al, ging het miseren. We hadden wel een mooie regenboog. Die verstopt was, dus jullie hem nog niet echt zagen. Ja, een beetje vaag. Maar we hebben duizend. Maar we zijn per definitie leuk. Juist. Dus we laten twijfelen, maar we gaan toch gewoon lopen. En jij hebt welke afspraak, dus we gingen toch niet ver. Dus anders gaan we heel hard naar huis rennen. Klein en jij rent niet. Ik ren niet. Dan gaan we heel hard naar huis lopen. Snel wandelen, maar ik ren niet. Jij rent ook niet trouwens. Ik ren soms. Jij rent niet. Ik ren niet. Nee. Ik ren echt wel af en toe. Zelfs op mijn hakken. En we hadden even pech, we gingen naar buiten gaan. Toen ging het natuurlijk regenen. Was het droog? Dus we hebben bij de voordeur gewacht en nu is het droog. En we lopen langs de paardjes. Sarah vindt het ook helemaal leuk. Maar je wil eens paardjes kijken, maar je kan helemaal niet meer van de paarden kijken. Echt, hè? Ja, ze stond er ook echt. Ja, sommige mensen. Oh, we lopen zo langs het leuke huis dan. Ja, dan lopen we gelijk tegenaan. Dat is leuk. Ik hou van leuke huizen. We hebben allebei een fascinatie voor leuke huizen. Marco zegt Funda. Funda? Funda? Ik zeg, dat is in Nederlands toch? Dat is toch Funda? Nee, maar als het een oes is, zou het gewoon oes staan. Ja, maar het is, ja, kijk, als het bijvoorbeeld Duits is, dan is de een oes. Rustig een omlaut op. Nee, met een omlaut op, dan wordt het een klank. Is dat zo? In Duits, ja. Dat weet ik wel. Dat weet ik echt. Maar Nederlands niet. Hij zegt, ja, maar de is ook een oes soms. Nee. Heel raar. Daar is ons huisje weer. Waar staat de hondje voor het raam? Oh ja. Ah, oh, hij houdt ons in de gaten. Hij denkt, ik woon hier. Kijk. Hij houdt ons in de gaten. Hij beweegt niet eens. Maar toch wel. Ja, hij bewoog zijn hoofd. Ik ben weer thuis. We hebben echt een korte ronde gedaan. We hebben, wat is het, 35 minuten gelopen. En hiervoor liepen we elke keer over het uur. En daar hebben we ook nog wel stilgestaan en zo tussendoor. We kwamen een leeskastje tegen en alles. Dat vinden we allemaal leuk. En we zagen hele gekke kippen. En nee, daar heb ik al bijna niet bij gefilmd. Maar goed, ik heb toch wel even wat lekkere stappen erbij. Ik heb thee gezet. As usual, dus die ga ik drinken en dan ga ik wat doen. Marco is ook thuis, want hij moet even vanmiddag een afspraak. Dus die is verder aan het verbouwen. Yay! En nu tijd om iets heel leuks te doen. Ik ben even online aan het kijken, want Sarah die is heel erg uit de broek aan het groeien. Dus ik ga even een heel groot pakket broeken voor haar bestellen. Twee of drie misschien, van verschillende winkels. En Sarah zat heel smal. Dus het is soms echt heel erg lastig met de maat. En we hebben ook nog vaak dat als de lengte goed is, dan blijven ze gewoon rondom de heupen en niet hangen. Dus ik bestel er gewoon echt heel veel. En dan kan ze passen en dan kijken wat er goed zit. Ik zit nu bij de Bijenkorf te kijken. Ik heb 5 broeken gevonden. En dan gaat de rest gewoon terug. Maar ik heb geen zin om helemaal naar de winkels te gaan met alle moeilijke en rare regels en dan dat de helft dadelijk alsnog weer niet past. Oh, dit is leuk. Oh, die is niet in de maat. Dat was jammer. Het is al lastig, want er zijn heel veel dingen die ik echt wel heel leuk vind voor haar. Die zijn allemaal niet in de maat. Dat is echt stom. Oh, nee. Niet op verlanglijst. Dus ik ga even kijken en als ik dan de pakketten binnen heb, ga ik het allemaal laten zien. En dan kan het allemaal passen. Want ik weet zeker dat niet alles gaat passen. Ze hebben echt een
hoop leuke broekjes, moet ik zeggen. Dus op hoop van zegen. Het zou als ze allemaal zouden passen, gaat niet gebeuren, maar dan is het een hele dure grap, zeg maar. Want ik heb er echt veel. Ik bestel gewoon alles wat leuk is in de maat. Behalve broekjes van 300 euro of zo, dat vind ik echt. Dat is ze ook niet waard, zo netjes is ze niet. Die is ook wel zo leuk. Ze had eerst heel veel broeken die ze nog allemaal paste, dus we hadden niet echt heel veel broeken besteld. En nu zie ik echt zoveel leuke dingen. Dat had ik echt gemist al die tijd. Deze is ook leuk. Maar ik ga ook niet online nu met haar kijken. Want dan is het toch weer gewoon passen en kijken wat leuk is. Dan zijn ze toch al binnen. Ik heb gewoon 9 broekjes al. Nee, die vind ik niet leuk. Oh, ik heb er nu al zin om een pakket binnen te krijgen. Ik heb het nog niet eens besteld. Dat is wel erg. Ik krijg net zoiets apart via de post. Ik stuur je een kaasje. Dat is dit pakket. Het is echt aan mij geadresseerd. Maar iedereen die mij enigszins kent, weet dat ik echt niks moet hebben van kaas. Want ik lust echt geen kaas. Even kijken, hoe gaat dit open? Heel raar. Dus waarom krijg ik kaas per post? Ik snap er helemaal niks van. Het is ook echt een hele rare doos om open te maken. Oh ja. Dan dit. Wie stuurt mij kaas? In een doos per post. Waar komt de kaas vandaan? Dat is wat anders voor jou. Oh! Ik heb natuurlijk gebeld over Sarah's boek, wat op leeftijd 14 maanden staat. En nu zit er een briefje bij. Hi Natasha, wat balen dat je zo enorm lang wacht op de bestelling van je dochter. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan voor je. Ik hoop dat ik het een klein beetje goed kan maken met jullie. Geniet ervan. Daarom krijg ik kaas gestuurd. Ja, dat weet iemand bij de boel.com niet. Oh, maar wat grappig. Ik hou niet van kaas, maar hij is wel echt te cute. Lach, grappig. Handcrafted. Ik vind de geur al niet lekker, maar goed. Ik ga hem weer enigszins in de doos doen die ik helemaal heb gesloopt. En dan mag ze hem gewoon dadelijk opnieuw openmaken. Want eigenlijk, zij wacht op haar boek, ik niet op de mijne. Dus dan heeft ze een verrassingje. En Sarah is toevallig wel echt gek op kaas. Dus dat is wel heel grappig. Dat het dan een kaasje is. En dan gaat ze dat maar lekker gewoon met papa opeten. En ik ga even kijken wat de post verder is. Ik ben gezellig weer met Sarah samen. Oh. En dat vind ik zo fijn. En wat gaan we doen? Wil jij het vertellen? Even slikken. De film Matilda kijken. Ja, ze had vorige keer een klein stukje bij de vriendinnetje gezien. En die wilde ze toen al heel lang kijken. En dat is nu van gekomen en nu hebben we filmmiddag. Mm. En we hebben lekkere dingen. Popcorn en chips. Ja. We weten niet meer wat we moeten kijken op tv. Echt... Soms heb je op Netflix echt dat je denkt, oh, ik wil die kijken, wil die, echt van alles. En we zaten echt te kijken en we waren net even in de serie begonnen, maar dat vonden we niks. Dus heb je nog tips voor goede series? We houden echt van goede series. En het kunnen echt goede comedies zijn of goede thrillers of goede acties. Maar gewoon echt, echt binge-watch series tot de max, zeg maar. Echt goed verhaal, goed meeslepend. En echt, het maakt niet uit of het heel eng of spannend is. Het enige wat we niet echt kijken is science fiction. Ja, het ligt eraan wat voor. Maar of fantasy ook niet, ja, verschilt. Soms heb je dat het enigszins een vleugje heeft, maar niet echt is. Of, nou, je snapt denk ik zo. Dus let me know. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!